In welke gevallen kan dan eigenlijk de belastingvrijstelling van de AOW worden verdedigd? Er zijn eigenlijk, mijn inziens, grosso modo drie typen van situaties waarin onbelastbaarheid van AOW kan verdedigd worden. Een eerste situatie is bijvoorbeeld iemand die in Nederland gewoond heeft, maar Nederland verlaat om in het buitenland te gaan werken en dus niettegenstaande de buitenlandse tewerkstelling toch opteert om verdere opbouw te plegen voor de AOW door vrijwillige premiebetaling. Bijvoorbeeld iemand die naar België komt werken en effectief verhuist naar België, Belgisch rijksinwoner wordt, maar toch premies betaalt voor de opbouw van de AOW. De latere AOW zal in België mijns inziens niet belastbaar zijn, tenminste wanneer dus die premies, de betaalde premies, vrijwillige premies, niet in aftrek zijn gebracht geweest tijdens de opbouw. Maar in het algemeen kan men daar stellen dat er onbelastbaarheid kan verdedigd worden van de AOW-uitkering, omdat het dus op grond van vrijwillige bijdragen opbouw is gebeurd. En er dus hoegenaamd geen band is met de beroepswerkzaamheid. Een tweede situatie waarin dus de AOW vrijgesteld moet worden in België lijkt mij de situatie te zijn van iemand die altijd in Nederland gewoond heeft en dus de volledige periode verzekerd is voor de AOW zonder dat hij daar beroepswerkzaamheden heeft verricht. Dan kan er op basis van artikel 34 geen sprake zijn van belastbaarheid, omdat er dus ook geen enkele beroepswerkzaamheid ten grondslag ligt van die AOW. Mm-hmm. In zo'n gevallen stellen cliënten mij dan wel de vraag hoe dat zij dan moeten bewijzen dat zij dus niet in Nederland hebben gewerkt, want dat is een negatief bewijs. En het antwoord daarop is eigenlijk dat de Belastingdienst moet bewijzen dat zij dan wel gewerkt hebben. Want het is de Belastingdienst die de bewijslast heeft om iets belastbaar te stellen. En dus als zij op basis van artikel 34 willen stellen dat de AOW belastbaar is, gaan zij ook moeten aantonen dat er een band is met de beroepswerkzaamheid. Dus op dat vlak zijn er niet zoveel problemen voor dergelijke. Voor die personen die dus de vrijstelling van hun AOW willen verkrijgen. En dan een derde situatie waarin dat we vrijstelling voor, van de AOW kunnen verdedigen, of toch minstens pro rata, zijn de mensen die in Nederland gewoond hebben en dus er eventueel ook gewerkt hebben. Daar kunnen we op basis van de meest recente rechtspraak verdedigen dat dus minstens voor de periode dat zij gestudeerd hebben er geen link is met de beroepswerkzaamheid en dus dat dus ten belopen van die jaren er geen belastbaarheid is. En als we dan uitgaan van de situatie die we in veel gevallen voorkrijgen, wordt er toch tussen de 15e en de 25e verjaardag meestal gestudeerd, ze zijn toch 10 jaar, komt dus eigenlijk neer op 1/5 vrijstelling van uw AOW, wat dat toch niet onaanzienlijk is. Maar eigenlijk, er zijn dus nog meer situaties waarin mensen AOW kunnen opbouwen en waarin dat we dus eventueel ook kunnen nagaan of er een vrijstelling van, of pro rata vrijstelling van de AOW mogelijk is. Het komt mij voor dat eigenlijk aanbeveling verdient om elk dossier individueel en in concreto te gaan bekijken om dat te bepalen. Een vraag is natuurlijk van ja, loont het wel de moeite? Op jaarlijkse basis zullen misschien de financiële belangen om een vrijstelling te gaan claimen eerder gering zijn, maar gelet op de levensverwachting van mensen, en het feit dat het een jaarlijks weerkerend probleem of een gegeven is, lijkt het mij dan toch wel de moeite te lonen. Oké, dankjewel, Chantal. Ja.